PVNL gaat toch verloren. Knoopt in je oren. Jij bent zo slecht. Dit is NPO Puur Sang. Welkom bij een nieuwe editie van de podcast, een reguliere editie, wel met een vleugje politiek. Tegenover mij zit Sarah Bakker. Ja, hi. Daar zijn we weer. Hi. Hallo. En naast ons zit Wiebren van Haga. Applaus. Applaus met één hand, want we doen het gewoon even anders, zonder statief. We doen het anders. We zitten in een nieuw kantoor. Ik bedoel, Wiebren heeft geen zetel meer, maar Poen wel nog. Dus we zitten in een... teringduur nieuw kantoor. Hoeveel heeft het gekost, dit geintje? Dat ga ik niet zeggen. Dat heb ik je net verteld. En dat gaan we nu nog een keer doen. Zit jij op dit moment in zak en as, nu je geen zetel meer hebt? Nou, het is wel echt heel erg jammer. Hè. We hebben met echt een gigantisch team ongelooflijk hard gewerkt. Ja. En als je dan, als je dan daar niet voor beloond wordt, dan is dat heel zuur. Kijk, deze verkiezingen, dat zie ik wel als falen. Ja, persoonlijk falen, tuurlijk. Want ik heb dus blijkbaar niet het geluid over het voetlicht kunnen brengen... waardoor mensen op mee gingen stemmen. Maar als je dan nu al een soort van korte analyse daarover mag geven... een paar weken na de verkiezingen... Waar is het misgegaan dan, ja? Ik denk dat... laat ik eerst zeggen wat we goed hebben gedaan. Ik denk dat we een goed verhaal hadden. We hadden een goed verkiezingsprogramma. We hebben een mooie offline campagne gedaan met een bus en een ochtendontbijtshow. En we hebben veel mensen bereikt, veel ondernemers bereikt. Maar ja, dan is... Maar waar is het misgegaan dan? Dan is er in de laatste week komt er dan Maurice de Hond met 5 zetels extra voor de PVV. Ja. Ja. Daardoor... ging de hele media, de mainstream media, ging daar opduiken. En die zei, de PVV. En toen werd de PVV een proteststem. Nou, is het de schuld van de media of de schuld van de peilers? Nee, ik denk dat Geert Wilders het gewoon echt goed heeft gedaan. Hij heeft een consistent verhaal gehouden. En na 7 oktober, die aanval van terroristische club Hamas op Israël... werd natuurlijk opeens ook migratie en ook de integratie van heel veel buitenlanders in Nederland werd een thema. Geert is de enige die dat consequent heeft geowned. Hij is de issue owner op dat thema. Dus het werd de proteststem ging toen naar de PVV. En wat daar nog meer meespeelt is dat ik denk dat heel veel mensen echt tabak hebben. Doodziek zijn, kotsmisselijk zijn van al die leugens van de VVD. De VVD heeft met name met Rutte als kopman. Ja. Als je googelt op de lijstjes van leugens van Rutte, je krijgt echt wel 50, 60 zware zaken waar die gewoon niet de waarheid heeft gesproken. Waar die gewoon het land heeft verkwanseld. Waar de erfenis van Rutte gewoon een totale ravage is. Waar de gewone man zich niet meer in herkent. Ga jij nu niet naar de PVV of zo? Nee. Kijk, de PVV... Richard komt er vandaan. Roy van Aalst komt er vandaan. Ja. Danai van Weerdenburg heeft op ons gestemd. Ja, daarom. René Derksen is eerste Kamerlid. Ja, dus we hebben wel wat verloren PVV'ers opgenomen. Maar dat zijn allemaal mensen die het leuk vinden om een partij te hebben met leden. Ja, en wij hebben dat is een beetje moeilijk leden. Bij de PVV. En dat zijn ook allemaal ondernemers. Ja. Nou, als ondernemer zit je bij de PVV natuurlijk ook niet helemaal op de juiste plek. Want de PVV heeft meer een soort cultuur ingesteld van... we zijn er voor de allerarmste, voor mensen die het echt nodig hebben. Ja, economisch is het een beetje de SP. Economisch is het de SP. Ja. Het is gewoon diep socialistisch. En daar is ook niks tegen. Ik bedoel, je mag je daarvoor inzetten. Ik heb ook altijd respect gehad voor de SP. Maar ga je naar de PVV? Nee, of ben je klaar met de politiek nu? Nee. We hebben doorgestart. Hè. Dus hiernaast heb je nog niet laten zien. Ja, jullie gaan nu een buitenparlementaire fractie oprichten. Wat betekent dat? Is dat een soort denktank? Nee, dat we gewoon doorgaan. En we blijven in een activistische rol blijven de politiek volgen. De fractie blijft gewoon bestaan. Nou, de fractiekamer is nu hiernaast. Ja. En dat is wel echt een verademing. Want dat gebouw... Jullie lopen jij loopt er wat minder rond, denk ik. Hè? Maar jij loopt kamer. Er wel rond. Het is afschuwelijk, toch? Ja, je krijgt een spontane depressie. Ja. Het is Sovjet-Unie 2.0. Ja, ik dacht dat het brutalisme was, maar het is blijkbaar structuralisme. Who gives a fuck? Ja. Het is gewoon beton. Je moet daar communistisch worden, anders ben je ongelukkig. Ja. Speaking of paradijsvogels, ik ben nooit gevraagd. Om op de lijst te staan met BVNL. Als je dat willen doen. Nee je zit hier wel met een sjaal, inderdaad. Je zit met een BVNL-sjaal. Ik wilde de podcast beginnen met BVNL gaat toch verloren. Knoopt in je oren. Jij bent zo slecht. Dit is NPO
puur zo. Ja, dit is mainstream media. Ik hoop echt, en dat staat in ons verkiezingsprogramma, het staat ook in het verkiezingsprogramma van de PVV, de ja. NPO mag geen cent meer krijgen. Moet ben ik het helemaal mee eens. We voegen niks toe. Daar heb je ook gelijk in. Het is een schande dat we dit doen op kosten van de belastingbetaler. Tony ik ben media, het er ook echt ons. Mee eens. Wat ga je het meest missen aan een actief Kamerlid zijn? Kijk, soms kan je het als kleine partij zelfs kan je gewoon het hele discours verleggen. Dan kan je de debat kan je een bepaalde richting uitkrijgen. Nou, en dat heb ik eigenlijk met name gemerkt op het gebied van corona. Toen heb ik echt wat verschil kunnen maken. En ik denk dat ik ook op de energietransitie af en toe mensen de ogen heb geopend van joh, biomassa-centrales, het klinkt allemaal heel leuk. Maar netto stoot je allerlei bagger uit. Krijg je ook wachtgeld? Nou, daar vroeg ik me af. Krijg je wachtgeld aangevraagd? Als het goed is, heb ik daar een soort instructie over. Oh, hoe werkt dat dan precies? Ik heb geen idee. Maar wil je dat wachtgeld? Want je hebt natuurlijk de grootste mond gehad over Frans Timmermans. Ik bedoel, het is niet zo dat jij weinig geld hebt. Waarom heb je dat nodig, dat wachtgeld? Ik moet zoveel belasting betalen. Ja. Hè? Sinds Marnix van Rij box 3 heeft uitgekleed, een soort rooftocht is het geweest. En sinds Hugo de Jonge, de hele vastgoedmarkt... Dus jij zegt, ik betaal zoveel belasting, ik heb dat wachtgeld, daar heb ik recht op. Nou, ik hou er niks van over. Maar hoeveel is dat dan, in de basis? Ik heb geen idee. Ik denk 70% van je laatst verdiende loon of zo. Ja. Oké, maar je gaat het wel aannemen en je krijgt het wel. Waarschijnlijk, ja. Maar ik heb volgens mij zo'n call. En dan gaan ze me vertellen, ik weet niet, misschien moet je wel solliciteren. Nou, dan ga ik bij Bianca solliciteren. En denk ik niet dat ze me aanneemt. Ja, maar nee, maar het gaat me erom dat je het wel dus gaat aannemen. Ja, voorlopig wel, ja. Tuurlijk. Ik zie geen enkele reden om als de Belastingdienst mij uitkleedt. Nee. Om als ik hier en daar... Mooi foutje voor de energierekening. Ik heb je net verteld, hè, mijn energierekening thuis is 2500 euro. Ja. Dankzij Mark Rutte, dankzij Hugo de Jonge, dankzij Rob Jetten. Ja. Ja. 2500 euro om mijn huis te verwarmen. Ja. Denk ik sodemieter. Maar waar woon jij in dan? Dus 2500 gaat het euro, dat kan toch niet? Daarom ga ik naar kantoor. Een mega villa, een jacuzzi non-stop te branden. Als iemand voor de deur staat, dan denk je dat het een appartementencomplex is. Ja, maar en dan is er één voordeur en dan denk je, oh, het is een huis. Ja. Eén huis. Oh, heel even inhoudelijk naar waar het land nu naartoe gaat. BVNL gaat er daar niet meer aan meedoen, actief in de Kamer. Wat ik natuurlijk ontzettend jammer vind. Ja, we hebben nu de PVV, BBB, NSC, VVD. Ja. Wat denk jij wat onze volgende coalitie gaat worden? Ik denk dat iedereen heel erg toneel gaat spelen. En dat ze gaan zeggen, we gaan ons uiterste best doen om een coalitie over rechts te laten ontstaan. Mm-hmm. En dan gaan ze dat niet doen. Wilders 1 gaat er dus niet komen. Nee, wat gaat er wel komen dan? Want, dan? Gaan we weer verkiezingen krijgen? En, gaat Frans Timmermans onze minister-president worden? En dan dus jij die gaat emigreren? Nou, ik denk dat dat heb je gezegd. Ik denk dat als je op een gegeven moment na lang proberen en voor de camera's heen en weer springen te horen krijgt, dat al die partijen het niet gaan doen met Wilders. Ja. Want ze gunnen het hem niet. En dat denk jij, hè? Wilders 1, dat gaat niet komen. Dat denk ik niet. Nee. Ze gunnen het hem gewoon niet. Hij heeft ook te vaak dingen gezegd waar mensen echt zich niet mee willen vereenzelvigen. Ja. Kop vol de tax. Minder. Ja, ook, maar wat gaat er wel komen? Islam is maar een verdorven ideologie. Mm-hmm. Nou, wat gaat er wel komen? Als Wilders afvalt, dan krijg je dus gewoon weer die locked-up seats op migratie. Maar als poppetje of heel de PVV bedoel je dan? Ja, heel de PVV. Okay. Dus dan wordt het VVD, NSC, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66. Ja, misschien met BBB erbij. Ja. Ja, ja dat zou kunnen. Ja, ik denk het dus ook. Ja. Maar goed, hoe nu verder? Wat ga je doen? Ga je meer bij je kinderen zijn? Ga je meer met je vrouw zijn? Wil je verslaggever zijn? Bij Po-Nieuws? Precies, ja, wil je bij ons leuk. Komen werken? Moeten we de straat nu even op om een proefitem te maken? Ik moet solliciteren, dus ja, dan, precies. Bij deze. Maar hoe nu verder? We hebben ook nog een social media content creator nodig. Ja. Dat vind ik ook iets voor jou. Ja. Nee, kijk, we gaan hiernaast gewoon communicatiemanager. Ja, hebben we ook nog nodig. Hebben we ook nog nodig. Ja. Ja. Hoofdlunch, die is er vaak niet. Daar ben ik, daar ben ik niet zo goed in. Ja. Oké, maar hoe nu verder? Wat ga je doen? Ga je meer bij je kinderen zijn, je vrouw? Mijn kinderen zijn net het huis uit. En die vinden die hele, allemaal? Hele, ja, de jongste is net naar Amsterdam. Dus komt een doorstart, hè? Maar ik snap nog steeds niet wat dat precies gaat inhouden. Wat is dat? Nou, wij gaan nog steeds de regering controleren. We gaan nog steeds procederen. Zoals iedere burger dat doet.
Ja, sommige burgers doen dat. De meeste burgers doen het niet. Nee, WOP-verzoeken en zo gaan jullie doen. Nou, we hebben nog een aantal procedures lopen. We hebben bijvoorbeeld de procedure, juridische procedure lopen over de OMT-tapes. Die Hugo de Jonge niet wilde krijgen. Maar gaat dit impact hebben? Want je zegt als Kamerlid, hebben we eigenlijk ook niet zoveel impact. Ga je misschien meer het rendement maken? Is niet zo heel groot. Dan is dit rendement nog veel kleiner. Nee, toch, het rendement gaat juist omhoog. Denk je? Ik hoef niet meer daar te zitten en 14 uur over, Kenner te debatteren. En hoe wij nu verder? Wat nu? Nou, jij komt gewoon net als altijd. Ja, want elke week kom je gewoon langs. Ja, precies. Wanneer hebben we een nieuw kabinet? Wanneer gaat dat er komen? Ja, er is één kans en dat is het kabinet Timmermans, denk ik. De zomer? Ik denk dat het ook lastig wordt. Oké. Wow. Ja, ik denk, hoop je op nieuwe verkiezingen? Nou, niet te snel. Over een jaar of zo. Maar dan ga je dan meedoen weer? Schrijf je dan weer in? Ja, natuurlijk doen we dan weer mee. Ik zou je graag willen verzoeken om even weg te lopen. Zullen we dan afsluiten met een liedje? Waarom? Doe dat maar niet. Goodbye, my love. Bye, my friend. Zij kan dus echt goed zingen. Alleen dat wil ze dus nooit. Ze laat het nooit zingen. Ze wil dat dus niet. Maar dit is jou. Jij oppert het zelf. Dus laten we dat doen. Ja, precies. Oké, 3. Goodbye. 3, 2, 1. Sta maar op. Nu moet ik weg. Ja. Oké, hier. Oké. Yes, goodbye my lover, goodbye my friend, we have waited for, zoiets. Doei! Dag, hallo, Mark Baanders hier vanuit Lamplamp als... Lamplamp! Als presentator van een knotsknettergekke kerstshow voor op de NPO 3. Allemaal kijken. Oeps.